bij deze nieuwe video. Ik ben weer blij om jullie te zien vandaag. Vandaag als ik deze video film is het moederdag. Ik wens jullie allemaal een hele fijne moederdag. Maar als jullie deze video zien is die al lang geweest. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal hebben gedaan. Let me know beneden in de reacties. Maar vandaag gaat het niet daarover. Het gaat vandaag over deze nieuwe CC cream van Patty Bart. Altijd wanneer ik zie dat een BN'er met iets uitkomt, wil ik het altijd heel graag testen. Want ik ben altijd heel benieuwd van, oké, is het echt iets goeds? Is het echt een passie van die persoon? Of is het gewoon een snelle winst? Gewoon van, hè, ik maak gewoon even iets en ik verdien er wat aan en klaar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb altijd wel een beetje een vooroordeel. Maar ik ben dus benieuwd of dit gewoon goed gaat zijn. Ik had hem gewoon gezien bij Kruidvat en ik dacht, laten we deze gaan proberen. I can't wait. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En ik ga me ook vandaag helemaal klaarmaken voor moederdag. En ik ga ook kleren laten zien. Ik heb nieuwe kleren aan het einde van de video. Maar ja, al met al ga ik jullie ook aan het einde van de dag laten zien wat ik hiervan vond. Maar vandaag wordt het ook gewoon een beetje een soort van get ready with me. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb even een haarband in. Want ik heb mijn haartjes net zo vastgeplakt. Dus het moet nog eventjes goed zitten. Ik ga ook zo meteen even mijn hele haren doen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies, zoals je kunt zien. En SPF, and that's it. Patty Bart lanceert een PB Beauty Line met anti-aging CC cream. Geen fan van een dikke laag foundation, maar wil je wel een egale frisse huid? Probeer dan eens de nieuwe CC cream Smooth Operator van PB Beauty. Oké, nou, ik heb hem dus hier. Hij was niet heel duur, dus dat valt ook mee. Maar obviously, Kruidvat is sowieso nooit heel duur. Ook echt een Patty Bart verpakking. Echt gewoon helemaal een verpakking die echt helemaal, zeg maar, haar ding is. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk om te zien. Nou, ik zal eventjes snel vertellen wat is een CC cream voor de mensen die het niet weten. Ik zal even online de uitgebreide uitleg laten zien, want dan is het zeker dat ik het goed uitleg. CC cream is een color correcting cream, een crème met een kleurcorrector. Een CC cream heeft een lichte dekking, waardoor hij ideaal is voor het corrigeren van imperfecties. Hij verzorgt en egaliseert je huid en camoufleert oneffenheden voor een stralende tint. Het is dus geen dikke laag foundation, maar een licht laagje make-up met een egaliserend effect. Nou, we gaan vandaag een beetje een soort van naturel look maken. Naturel voor mij. Ik ben benieuwd, jongens. Er zijn wel echt maar 3 kleuren. Dat wel. En ik heb de medium kleur, tan. Er waren maar 3 kleuren. Maar er staat dat het een beetje aanpast aan je huidskleur. En het heeft ook niet heel veel dekking. Dus op zich maakt het dan niet per se uit dat we niet heel veel kleuren hebben. Maar ja, ik ben benieuwd. Jij hebt dus fair, tan en deep. Dus 3 kleurtjes. CC cream is een anti-aging crème met lichte dekking, anti-rimpel effect en color adapting pigmenten. Het bevat 100% natuurlijke astaxanthine die je huidweefsel ondersteunt, beschermt en weefselbeschadiging beperkt. Daarnaast is het 100% vegan en geschikt voor alle huidtypen. Dat woordje astaxanthine, what the F is dat? Oké, whatever. Nou, een heleboel goede claims. Hij is dus waarschijnlijk een beetje gericht op de iets oudere huid. Denk ik. Ik ben 28. Ik denk dat ik daar nog niet bij hoor. Maar we gaan het gewoon proberen, jongens. Voor slechts 15 euro ben ik wel gewoon echt heel benieuwd. Ik heb al, even kijken, ik heb al SPF op. Ik ga even een primer aanbrengen. Ik ga een met mijn Clarins SOS primer voor een beetje een mooie glow eronder. Want het heeft niet heel veel dekking. Jongens, ik heb hier echt een mega puist. Oh my gosh, kijk even dit. Niet normaal. Ik weet niet waarom ik dat aan jullie vertel, maar oké. Oké, nou laten we het gewoon gaan doen. Oh, ik vind dit altijd allemaal zo vervelend om dit er helemaal zo af te pulken. Ik hoop ook wel echt dat het gewoon de hele dag goed blijft zitten. Ik ben benieuwd. Oké, het is dus gewoon zo in een tube. Ik heb hier mijn elf spons. Ik hoop dat de kleur een beetje oké gaat zijn. Het is een beetje een grauwige kleur. Maar goed, ik zie ook allemaal van die witte stipjes erin. En dat is dus wat zo aan jouw huidskleur aanpast of zo. Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar er zijn allemaal van die witte vlekjes erin. Het ruikt echt naar helemaal niks. Kijk hoe grijs het is. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Wow, het heeft echt gewoon geen dekking. Oké, het heeft echt gewoon, zeg maar, niet eens licht. Ik breng gewoon even heel veel aan. Oké, dit is wel heel bijzonder. Het brengt een beetje grijzig aan, maar het heeft geen grijze gloed. Dat vind ik heel fijn, want dat wil ik echt absoluut niet. Ik heb nou best wel veel aangebracht en het is niet eens te zien eigenlijk. Het is gewoon alsof ik niks op heb. Oh, wow, oké, dit heeft wel echt... Ik had wel een klein beetje dekking verwacht of zo. Want er staat ook online dat het echt egaliseert. Maar eerlijk gezegd is het echt gewoon alsof ik niks op heb. Oké, zien we iets van een verschil? Ik weet niet, volgens mij heeft het een beetje egaal gemaakt of zo. Ik zie echt, zeg maar, gewoon echt helemaal niks. Oké, ik weet dat het een lichte dekking moet hebben en gewoon extreem licht moet zijn op de huid. Maar het moet toch wel op zijn minst iets doen. En dit doet echt gewoon
0.0. Is er iemand die deze heeft en hem echt geweldig vindt? Let me know in de reacties. Ik weet niet, als ik echt iets opdoe, moet het wel iets van een effect hebben. En ik heb hier het gevoel dat ik ook gewoon net zo goed niks kan opdoen en dan gewoon concealer opdoe en klaar. Dan heb ik gewoon het gewenste effect. Dit is wel echt extreem minimaal. Oké. Okay. Moet ik wel zeggen, ik heb al een vrij egale huid. Dus misschien... Ja, ik weet niet. Ik probeer het gewoon goed te praten. Qua kleur is het wel echt fantastisch. Het past inderdaad echt aan je huid. Ik zie wel dat er iets van een klein mini laagje ligt op mijn huid op de beste manier. Ik weet niet of ik het de moeite waard vind überhaupt. Dan kan ik gewoon net zo goed gewoon niks opdoen. Ik ga gewoon de rest van mijn make-up aanbrengen. Ik ga het proberen een beetje natuurlijk te houden. Dat is altijd wat ik altijd zeg, maar vaak gewoon niet gebeurt. Jongens, mijn haar is zo mooi. Dit haar is zo mooi, het is niet mijn haar. Of ja, ik heb het gekocht, dus het is mijn haar. Ik vind het zo mooi. I love deze haarstijl, jongens. En I love de kleur. I just love it. Mijn gezicht ziet er goed uit. Het is echt super duper naturel. Het heeft wel iets gedaan. Nou, ik zie wel verschil. Als ik nou echt helemaal niks had gedaan op mijn gezicht, dan zag het er wel echt iets minder mooi uit. Dus het maakt wel zeker wat verschil. Ik ben benieuwd hoe het de hele dag blijft zitten. De make-up bracht er ook gewoon goed op aan. Gewoon normaal, niks geks, niks raars of zo. Dus... Ja, ik vind het er op zich gewoon wel gewoon goed uitzien. Ik weet niet, het is oké. Dus zou ik echt de effort doen? Ik persoonlijk niet, maar dat is gewoon ik. Ik denk dat er echt wel een doelgroep is die deze echt zou kunnen gebruiken. Want hij is op zich wel goed. Het brengt gewoon goed aan, het is heel naturel. En ik zie echt wel iemand als mijn moeder of zo. Misschien dat ik hem aan mijn moeder geef. Want ze vroeg nog laatst of ik iets heb voor haar. Het is oké, het is gewoon super naturel. Oké, jullie hebben maar ook mijn Y-Food zien drinken. Jullie weten, ik moet het weer even promoten, want het is echt amazing. I love Y-Food shakes, jongens. Oh my gosh, ideaal lunch. Het is nou 13 minuten over 12 om exact te zijn. We gaan om 4:15 uit eten in Loetje in Eindhoven. Ik ben vaker bij Loetje geweest, maar niet in Eindhoven, dus ik ben benieuwd. Dus nou heb ik mijn haren gedaan, mijn make-up gedaan. Ik heb het echt heel natuurlijk gehouden. Mensen, mijn wimpers, deze lash lift. Ik heb het echt al weken geleden gedaan en ze blijven gewoon helemaal omhoog staan. Echt amazing. Oh, wat heb ik op mijn lippen? Zal ik ook even snel vertellen. Mijn Morphe Sweetie lippotloodje en deze Milani lipstick in de kleur Peony. 310 Peony of zoiets. En het is een hele mooie roze kleur. Dus ik vind het heel mooi, zo'n combinatie van bruin en roze, dan heb je zo'n mooie, ja, bruin-roze lipkleur. Dus ja. Ik wil jullie ook even de make-up laten zien gewoon in normaal daglicht. En dit is dan voor nu hoe het eruit ziet. Het is super naturel, maar ik zie zeker wel iets van een laagje op mijn huid zitten. Op een goede manier, niet op een slechte manier. Net met alle beautylichten was het echt gewoon alsof ik niks heb aangebracht. Ik heb ook echt best wel veel aangebracht. Misschien iets te veel, had niet per se hoeven. Maar je ziet wel echt dat het een klein beetje smooth heeft gemaakt. Dus ik denk dat zeker, ja, voor de wat oudere huid is het echt ideaal. Het is wel allemaal echt heel naturel. Zoals je kunt zien, ik heb nog gewoon een beetje wat wallen. En wat, ja, dingetjes die ik normaal niet heb wanneer ik echt mijn gezicht plamuur. Maar het is echt heel natuurlijk en het is op zich wel gewoon echt mooi. Dus ja, voor nu, I like it. Nou, de kleding. Ik heb het hier liggen, dus ik ga het even hier laten zien en dan straks aandoen. Ik heb nieuwe kleren van Chiquel, maar echt de hele zak is al helemaal opengescheurd. Jongens, echt, ik ben echt een amateur.
Hier stond Chiquelle op. Ik heb dus 4 nieuwe kledingstukken van hun. En ik denk dat ik een van de 4 dingen, of misschien een mix ervan, vandaag ga aandoen. Maar ik ga ze jullie eerst eventjes laten zien. En een van de kledingstukken die echt een grote kans hebben om vandaag te worden gedragen, is dit broekje. Dit is een set. Er hoort een top bij, een crop top. Ik heb die set al in het lichtblauw. Die heb ik afgelopen jaar volgens mij ook bij hun gehaald. Dus ze hebben hem al heel lang. Maar ik dacht, nou haal ik hem in het beige, deze bruine kleur. En dan niet met de crop top, want ik wil er gewoon iets van een andere top op aandoen. Deze heb ik in maat small. En het lijkt op een rok, maar het is een broek. Het is gewoon zo'n broekje, zeg maar. Hij is hieronder dicht. Als jullie mijn vlogs hebben gezien in Spanje, heb je mij ook die hele blauwe set zien dragen. Maar mijn stijl is nu een beetje veranderd. Ik ben nu voor de iets meer classy stijl. En ik vind toch een crop top met al zo'n korte broek misschien iets te veel bloot. Dan zijn echt heel mijn benen bloot. Heel mijn buik bloot. Is misschien een beetje too much. Dus ik denk dat ik dit ga combineren met iets van een bodysuit of zo. En deze is heel fijn. En die ik al heb, had ik in maat M genomen. En die was iets te groot bij mijn buik. Dus ik dacht, ik ga hem nou in maat S halen. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Maar op zich weet ik al wat ik ervan vind eigenlijk. Oké, mensen, dit is dan de broek slash rok. Ik heb hem aan met de top die ik gewoon net al aan had. Toevallig is die ook van Chiquelle. Maar zoals je kunt zien is hij... Oh, ik heb hier een vlekje, maar oké. Maar zoals je kunt zien is hij echt wel heel leuk. Hij is wel kort, dat wel. Maar op zich is het allemaal wel net oké. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is echt heel cute. Ook heel mooi zo met groen. Maar ik zou hem denk ik toch aandoen met iets bruins. En maat S is ook gewoon goed. Hij past hier goed. Hij is niet zo wijd als die andere. Dus ja, I like it. Echt een leuke... Ja, broek, rokachtig iets. Kijk, zie je, het is wel echt een broek. Oh, mensen, ik heb hier allemaal muggenbeelden. En hier, en ook een blauw plek. Oh my gosh. Mijn benen zijn echt een bende op het moment. Maar oké, het is wel echt een leuke rok. Deze top, jongens. Dit is echt de leukste top ever. Deze heb ik in maat medium. Kijk even dit. Is dit niet te leuk? Ik zie mij dit al helemaal dragen met een blauwe jeans of een blauwe jeans short. Ook heel leuk. Ik vind de kleur heel mooi en I just like it. Ik heb zoiets nog niet in mijn garderobe. Dus ik vond deze heel leuk. Hij heeft lekker veel stretch. Ik heb maat M en daar ben ik blij mee, want hij is best wel klein als ik er zo naar kijk. Chiquelle, ja, de maten zijn altijd een beetje kleiner of zo. Dus als je between 2 maten zit, dan pak de grootste maat. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Misschien had ik ook wel een S kunnen halen, maar whatever. Ik heb liever dat het iets te groot is dan iets te klein. Mensen, deze top is echt amazing. Ik ben wel blij dat ik maat M heb gedaan in verband met mijn boezem. Want ik zie al hier dat hij een beetje, zie je het? Dus godzijdank heb ik maat M gedaan. Maar hij is wel echt heel leuk. Hij schijnt een tikkietje dom, maar het is niet too much. Het lijkt meer op beeld dan dat het is in het echt. Ik vind het ook een hele unieke stof hebben. En hij is ook lang genoeg. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik vind hem echt heel leuk, jongens. En ook die kleur. Ik vind echt de kleur gewoon fantastisch. Dit is gewoon echt een outfit die ik zou dragen. Echt, I love it. Kijk hoe leuk. Dan heb ik hier voor mijn Franse vibes deze top besteld. Deze leek me ook heel leuk. Hij is wel iets meer crop toppie dan dat ik had verwacht. Maar goed, ik heb hem in de maat small. En op zich vind ik hem er goed uitzien. Hij is lekker dikkig ook. En dat vind ik heel fijn. De kwaliteit is heel goed. Chiquelle kwaliteit is altijd echt super goed. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. En het heeft zo'n off-shoulder neckline, zeg maar. Dus deze vond ik ook heel leuk. Ook heel mooi met een witte broek of zo. Heel classy van de zomer. Oké, en dit is dan de laatste top. Deze is langer dan dat ik had verwacht. En daar ben ik super duper blij mee. Hij is oprecht gewoon lang genoeg. Ik vind dit echt super leuk. Ik moet wel zeggen, hij is wel echt warm. Hij is echt dik. En ik voel gewoon warmte, zeg maar. Dus dat wel. Maar ik zie me eigenlijk echt al helemaal gaan met een mooie witte broek. Of een korte, nette witte broek. En dan met deze top. En wat ik ook heel fijn vind, is dat hij hier echt super duper goed vast zit. Hij is echt helemaal vastgelokt, zeg maar. Maar hij snijdt niet af. Dus dit is echt een win-win. Hij is echt fantastisch. Ik ben echt blijer met deze top dan dat ik dacht. En ik had het niet verwacht, maar ik denk dat dit hem wordt. Ik denk dat ik deze top vandaag aandoe met een witte broek of zo. Dat lijkt mij wel heel leuk. En dan hakjes. Ja, echt een super top. Echt fantastisch. Echt niet verwacht. Oké. Okay. Iemand vroeg ook of ik een soort van christelijke modesty shopping haul wil maken. Met shine kleren of gewoon heel veel betaalbare dingen. Dus dat leek mij wel een leuk idee. Dus gewoon wat... Dat ik jullie wat outfits laat zien die toch wel een beetje soort van bedekt zijn. En een beetje classy zijn voor in de zomer. Want als we kijken naar de trends van nu. Is eigenlijk gewoon basically iedereen naakt. Ik zie gewoon mensen gewoon in ondergoed wandelen. En dat is dan gewoon nou een normale kledij. Dus ja, dat is af en toe best wel een beetje shocking. En ik weet dat er gewoon een heleboel meiden zijn. Die er gewoon normaal leuk classy uit willen zien. Ook in de zomer. Dus als je zo'n video wilt zien, let me know. En dan ga ik jullie een paar outfits laten zien. Die echt ideaal zijn voor de hete zomerse dagen. Maar toch wel gewoon nog een
een beetje classy en bedekt zijn. Oké, okay, en dan heb ik hier nog een shirt. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit ga dragen. Het is misschien iets te bloot, maar ja, whatever. Dit is dus een shirt. En hij is ook weer iets meer crop toppie dan dat ik had verwacht. Maar de rug is zo open. Ik persoonlijk hou wel van een open rug. Dat vind ik toch, als de rest helemaal gewoon dicht is, vind ik een klein beetje een open rug wel iets speels hebben of zo. Dus dat vind ik dan wel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vallen. En ik had gewoon gehoopt dat hij misschien iets langer was of zo. Maar misschien valt hij op zich wel gewoon goed. Maar ook heel leuk met ook weer een witte broek of whatever. Dus hier ben ik ook benieuwd naar. Deze heb ik denk ik medium. In mijn medium. Ja, medium heb ik deze. Oké, mensen. Dit is dan het shirt. Ik vind hem er echt leuk uitzien. Hij is ook gewoon lekker lang genoeg. Daar ben ik blij mee. En ik vind dit mooi. Dat het hier zo helemaal zo hoog is. En hij schijnt niet door. Dus ik vind hem echt leuker dan wat ik had verwacht. En dan de Moment Supreme. De achterkant. Achter vind ik ook wel leuk. Zien we dit, jongens? I like it. Ik vind het echt iets leuks hebben. Ik moet wel zeggen, ik heb echt mega dikke bovenarmen. Oh my gosh. Maar negeer eventjes dat. Ja, ik vind hem echt leuk. I love it. Het lijkt zo van voren. Zo heel simpel, heel makkelijk. En dan zo van achteren. Kabam! En that's it. Dus één van deze dingen vandaag ga ik dragen. Dus ik ben benieuwd. Laten we naar beneden gaan en het gaan aandoen. Oké, mensen. Dit wordt de look. Ik heb nog even geen schoenen aan. Maar dit is het. Dit is dus gewoon de trui die ik ga aandoen. Want ik vind hem echt fantastisch. Dus deze trui is van Chiquelle. Deze riem is van Ralph Lauren. Deze broek is van de Zara. En deze is van Tommy Hilfiger. Is dit wel? Ja, nee, het klopt wel. En deze tas is van Tommy Hilfiger. Kijk hoe leuk deze outfit is. Echt, I love it. Mensen, I love deze outfit. Blauw en wit is echt de perfecte combinatie. Echt fantastisch. Super cute. Fijne moederdag. A few hours later. Heel mijn hoofd is vettig. Het is nu 9 uur in de avond, dus mijn make-up zit er echt al de hele dag op. Jongens, wij zijn gaan eten bij Loetje in Eindhoven. Was echt bar en bar slecht. Oh my gosh, ik raad het echt niet aan. Maar in ieder geval, mijn make-up. Dit is dan hoe het eruit ziet. Het zit nog best wel oké. Het is gewoon echt oké. Het is wel vettig. Maar ik moet wel erbij vermelden dat anti-aging producten zijn vaak wat vettiger. Want voor de wat rijpere huid is dat gewoon beter. En ik heb dat gewoon niet. Dus voor mij is het gewoon te snel te vettig. Maar hij gaat zeker naar mijn moeke toe. Want ik denk dat hij echt voor haar ideaal is. Hij heeft gewoon ook een lichte dekking. Ik denk dat het echt top is voor de rijpe huid. Maar voor de jonge huid zou ik hem niet per se aanraden. Want je gaat gewoon naar huis met echt een hele vettige gezicht. En hij is ook echt ideaal voor iedereen die gewoon gaat voor de no make-up make-up look, weet je wel. En ik moet zeggen, ik heb een droge huid en op mij is hij al vettig. Laat staan voor mensen met een vettige huid. Dus ja, ik zou hem echt alleen maar aanraden voor de rijpere huid en verder niet. Maar voor de rest, het is oké. Het is niet dat ik nou echt iets heb van wow, ik zie er niet uit. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!